Fucking hell, hé. Kijk eens hoe ik eruit zie, man. Niet normaal. Dag 16. Deze was weer leuk pittig, zeg. Hoi, yo, hé. Echt, het is zo raar, maar soms heb je gewoon momentum dat je echt denkt van bijvoorbeeld gisteren op maandag dacht ik echt van we gaan gas geven vandaag en het ging gewoon echt goed en net dacht ik echt gewoon weer van fucking hell, ik had ook echt verrukt geslapen, dus echt verrot vanochtend en ik dacht echt van oh nee hè, ik heb er echt gewoon geen zin in. Maar goed, als je dan op een gegeven moment 5, 10 minuten aan het rennen bent en daarna 15, dan zie je steeds meer dat de tijd omlaag gaat. En dan blijf je gewoon doorbijten, man. Dus hebben we het weer gefixt, dag 16. Goeie zaak. En vanochtend toen ik wakker werd, voordat ik ging sporten, heb ik mezelf een gedicht geschreven. En dat doe ik elk jaar. Sinds 2019 doe ik dat al. Dit heb ik ook uit het boek van Think and Grow Rich. Ik heb hem wel een beetje mijn eigen draai gegeven. Dus vanaf 2019, toen ik startte met ondernemen, nog tijdens mijn marinierstijd, heb ik gewoon gedichten naar mezelf geschreven. Elk jaar sowieso één. En in de tussentijd kijk ik natuurlijk nog of die klopt en of die nog overeenkomt met wat ik precies wil. En dat heb ik vanochtend weer gedaan. En de eerste keer dat ik dat deed was in 2019. Toen zei ik tegen mezelf, ik wil heel graag gewoon voor mezelf werken in 2020, begin 2020. Wil ik ontslag kunnen nemen bij het Corps Mariniers. Ik wil minimaal 5 tot 10.000 euro per maand verdienen. En een jaar later is het gelukt. Dus vanochtend heb ik dat weer gedaan. Nu zit ik natuurlijk op een heel ander niveau dan in 2019. Maar goed, het principe blijft hetzelfde, zeg maar. Dat je telkens jezelf blijft herinneren. Ook meerdere malen, liefst elke dag, naar dat gedicht kijken. Of naar de brief die je jezelf schrijft. Om gewoon jezelf te herinneren waarvoor je het allemaal doet. En als ik heb vanochtend ook die van 2022 doorgenomen. En ik schrok daar best wel van met wat ik eigenlijk als doelen had gesteld. En wat ik heb bereikt dit jaar. Ik had bijvoorbeeld 1 woning in Spanje. Nou, dat zijn er 2 geworden. Moet nog wel gebouwd worden, maar het zijn er wel 2 geworden. Ik had inderdaad de verbouwing van 2 appartementen in Nederland. Nou, dat is ook gelukt. Dus eigenlijk wat ik allemaal had gesteld, dat is gelukt. En ja, dat is best wel bijzonder als je daar dan even doorheen leest weer vanochtend. En je kijkt er gewoon naar en je denkt van potverdikkeme, ik heb het toch maar eventjes weer gefixt, weet je wel. Maar goed, in dat gedicht schrijf ik dus ook op wat je er allemaal voor moet doen. En daar staat ook in opofferingen maken, discipline tonen, jezelf scherp houden. Minder uitgeven dan dat je verdient en blijven investeren elke maand gedisciplineerd. Dus wel echt, je wil natuurlijk wat bereiken, maar je moet daar wel echt alles voor geven. En daarnaast heb ik ook nog een aantal vragen die ik altijd mezelf stel. Dus bijvoorbeeld heb ik mijn doelen bereikt, maar ook heb ik genoeg waarde kunnen leveren voor jullie, voor YouTube, voor Instagram, voor de trainingen, eigenlijk alles. Dus dat soort vragen stel ik mezelf ook op en dat staat allemaal op 1 formulier. En dat is best wel bijzonder als je daar dan doorheen leest vanochtend. Ik heb het ook allemaal uitgeprint en in mijn huis opgehangen. En vanochtend heb ik dat weer gedaan voor 2023. Dus ja, ik ben er lekker mee bezig en lekker aan het bouwen voor 2023. Dus wat ik met deze video wil zeggen is, ga voor jezelf een brief schrijven. Ik zal voor de mensen die lid zijn bij Ultimate Mastermind, zal ik eventjes een soort opbouw in de community zetten. Dus dat ga ik dadelijk even doen. Hoe ik dat voor mezelf doe. Ik deel natuurlijk maximaal ook moodboards, allemaal dingen die gewoon de dingen die je wil bereiken, daar moet je gewoon echt mee aan de bak gaan. Want anders heb je geen helderheid in wat je precies wil. Maar voor jullie die geen lid zijn, schrijf jezelf een brief wat je graag zou willen bereiken in 2023. Wat ga je ervoor doen? Even kijken. Komt er nog meer in terug? Nou, wat ga je ervoor doen? Wat wil je bereiken? Wat voor opofferingen maak je daarvoor? Met wie moet je zijn daarvoor? Waarom wil je dat bereiken? Ook een belangrijke natuurlijk. Dus echt een brief naar jezelf schrijven, een gedicht, waarin je dus ook tegen jezelf aan het praten bent. Dus hey, René in mijn geval,
2020 was een super mooi jaar. In 2023 ga je dit bereiken, wil je dit gaan bereiken. Daarvoor moet je dit doen. Zorg ervoor dat je scherp blijft. Zorg ervoor dat je met de juiste mensen bent. Dit zijn de mensen waarmee ik om wil gaan. En gewoon zo, zeg maar, een hele brief voor jezelf schrijven. En dan doe je ook de datum erop schrijven onderaan. En dan doe je een handtekening. En ja, in ieder geval voor mij is dat echt life changing. Ik doe dat al jaren. Dus ja, ik denk ik deel dat gewoon met jullie in dag 16. Om 2023 ook gewoon weer goed in te kunnen gaan. Dus, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je dat gaat doen en dat je dat waardevol vindt. En dan zie ik je sowieso morgen. Neem dit echt serieus. Ik praat er natuurlijk heel rustig over. Ik ben een beetje verrot. Maar het is echt super belangrijk. Dus ga ermee aan de bak. Maak me trots. En dan zie ik je bij de volgende. Ciao.